Hoi, daar zijn we weer. Goedendag. Circus weer live. En het is nou al zo iets soepeler. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is toch genieten? Ik ben er blij van. Oh. Meer. Fucking. Daar word je toch blij van? Ik ben eigenlijk niet op een cassette. Ik denk dat het nou op 400 nog zit. Smarter than you. Ja, ik heb echt een nare internetverbinding. Ik heb denk ik maar 2 of 3 MB of zo. Dat is echt weinig. Maar dat komt omdat je best wel. Ik zit best wel in the middle of nowhere. Maar ik ga binnenkort gaan verhuizen. Weer snelle internet. Top internet. Zo. Waarom ben ik pas 8? Kan toch niet? Dat kan toch niet? Ik loop achter. Waarom doe ik niks met mijn resources? Het is echt niet wat er is. Ik werd vanmorgen wakker, jongen. Ik word daar hyper. Hey, Twilight Realm. Goedendag. Goedemiddag. Morgenmiddag. Ik denk dat het middag is. Ik heb de tijd ervoor. Ga weg, man. Ga jezelf pesten. An enemy has been killed. A player. Ik weet echt niet. Hoe is de kwaliteit van microfoon? Is die iets harder moet of zo? Moet ik gewoon even zeggen. Ik denk dat ik binnenkort een nieuwe microfoon ga aanschaffen. En ook. Ook een capture card. Want ik wil geen ruzie meer over het gebruik van een emulator. Ik weet dat het heel slecht is. Maar het was maar 1 keer gisteren, nooit meer doen. Ik zal het nooit meer doen. Beloof het. Oké, okay, wat gaan we doen? Static glows. En HP. Oei. Ik sta echt laat, dat is echt. Echt niet knap. Godzijdank. Beetje grinden. Kijk. Oh, we hebben maar 1 pot mee spelen van hem. Kom hier dan. Ik heb Castle Crashers op mijn Xbox. Maar ik heb echt heel lang niet gespeeld. Ik heb hem nog nooit uitgespeeld, eerlijk gezegd. Super awesome. Ze hebben heel veel neergezet. Dat kan toch niet? Ah, blind. Nasty. Zoals het hoort. Oh, dat gaat. Nou wel in zijn. Wat? Is mij op de host ook lekker als een beest, hè? Oh, nee. Uh-oh. Die kant op. Ring. Run, Coco, run! Wij gaan extra damage halen. Dat kan. Dat is een baas te keer gaan. Ja, dat is echt triest, hè? Die in-game lag is echt slecht. Die host verandert en ineens gaat het nog slechter dan dat er ging.
Wee! Whatever! Kijk, ze zweven, dat is echt niet gezond. Ga nou weg, Coco. Andere Coco. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Opgekleurd. Nou. You have been killed. Hey Vicky, goedendag. 5, 4, 3, 2, 1, blast off. Mijn longen doen er echt nog zeer van gemacht, jongen. Dat is echt niet gezond meer. Oh, nou. We hebben gewonnen. Het scheelt ook weer. Ik ga er ook weer te lang mee. Oh, ik kan Exploding Gnomes van gooien. En een homing sensor. Ik heb helemaal niet weggegaan bij de laatste match. Ga weg, man. Zal ik nog een potje awesome night doen of anders even verder met Meat Boy? Oké, nog een potje! Nog een potje! Nog een potje! Nog een potje spelen! Uit best. Doe dat. Je kan het nog maximaal met z'n drieën kan je het ook op één computer spelen. Echt relax is dat. Even kijken, gaan we met Coco? Of gaan we met Leon? Ja, we Coco. Coco is mijn main. En Coco is een boss. Oh, met zijn progress. Oh. Al die shit. Oh, andere kant op. Soms is het best wel confusing. Soms denk je van, oh, moet ik naar de links of de rechts? Ligt aan de kleur van het team. Dit is denk ik gewoon mijn favoriete map. De relaxte man om te spelen. Als je een stukje jungle hebt. Mijn muis die lekt gewoon. Dat is, hebben we nog nooit gehad. Dat is echt fantastisch. Oh, fantastisch. Word ik er blij van. Wil die vlaggen. Jongen, opgevolgd. Twee bots. Leon is bot, dat maakt het helemaal leuk. Maar mensen die Leon spelen, die kunnen echt nasty zijn. Leon is best wel een ass. Jij moet de stream toch leven, je moet toch iets doen? Je moet iets met je energie doen. Als je wakker wordt en je bent hyper, dan moet je gewoon streamen. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb zo weinig geslapen, gewoon hyper als de pest. Ik kan alleen maar op laten praten. Oké, word je me echt zat? Maakt niet uit. Dan druk ik gewoon de stream weg. Dat is helemaal goed. No! Ga weg. Koffie. Geen koffie nodig. Is goed, Vicky. Veel plezier.
En als we je nooit meer spreken, als die stellingen in elkaar gestort zijn. Je was een baas, we zullen je missen. We houden de stream in leven. Zorg ervoor dat je weer heel onder die kasten vandaan komt. Bubbles, kom hier. Ah, ding is nasty. Weg. En we healen. Your turn is under. Aju, Ricky. Ai, ai, yippie, yippie. Oh, hij is dood. Wat is er nou voor team uit? Gaat hij dood? Gaat hij er vandoor? Dat is bij een MOBA. Als je niet van dood, dood gaan houdt, dan speel je niet zo'n spel. Hoe sneu is het te doen? Hoe is hij dood gaan? Oh oh. Een speler heeft Leon overgenomen en nu wordt het echt speel. Niemand is zo bad als een Coco. Coco. Oh, er lopen twee turrets achter zelfs. Niet zo mooi. Multiplayer online battle arena. Massive, als je massive zou hebben, dan heb je wat zeg maar als WoW, dat je gewoon tientallen mensen gelijk. En een MOBA is meestal met 2 tegen 2, 3 tegen 3, 5 tegen 5. Volgens mij telt massive vanaf 10 of meer of zo. 10, 15. Ja, precies. Meer MMO based. Heb je gehoord over dat Borderlands ook een MMO ontwikkeld is? Of in ieder geval Gearbox? Dat wordt echt awesome. Als zij een MMO kunnen ontwikkelen met een random weapon generator, dat zou echt zo ontiegelijk baas zijn. Rift heb je zelf ook zoiets als dat. Ik weet niet of jullie ooit Rift gespeeld hebben. Het is ook een MMO, het lijkt heel erg op WoW. Maar het is anders, dus zeg maar... Rift en WoW kun je qua gameplay vergelijken. Het is gewoon hotkey-based MMO. Maar het is veel meer hardcore. Je hebt zeg maar je hebt vier klasses. Je hebt een rogue, je hebt een mage, je hebt een warrior. En je hebt een cleric. En allemaal, eigenlijk zet je klas dat voor je armor type. Want rogues hebben ladder, clerics hebben mail, warriors hebben plate en mages hebben cloth. Maar ze hebben allemaal, hebben ze 8 souls, dat zijn zeg maar de specs. En die kan je allemaal combineren met elkaar. Je kan zeg maar drie specs kan je combineren. En dat speelt zo relaxed. En Rift heb ook zoiets, die maar zeg maar. Die generate ook bepaalde weapons en ook gewoon randomly generated met stats. En je hebt zeg maar ook een soort achievements die je kan halen. Die heet de Discoveries. Als jij een nieuw wapen ontdekt, dan krijg je ook punten ervoor op je achievementlijst. En ik heb er nou iets van 3 of 4 gevonden zo. Dat is echt een show-off. Maar was ook best wel flauw. Ik kwam een nieuw dungeon uit. En ik had gewoon blauw verwacht tot s'nachts. Gelijk erin gaan en zo. Gelijk wel die dingen krijgen. Relax. Shock speed. Your turret is destroyed. Damn, shock speed erbij. Nee, turrets.